over naar de gasten bij mij aan tafel die er al een set op hebben zitten ook. Die zich vanmiddag in het zweet hebben gewerkt. En dat zijn Tim en Alex en jullie die zijn van Street Beat Empire. Hele goede avond, heren. Goedenavond. En wat jullie maken is Afrobeat 30 Swing. En een little bit of voodoo hoodoo. What's that magic? En ben jij de voodoo master, Alex? Ja, ze zeggen ze. Ja, je hebt ook zo'n mooie hoed op en een heel prachtig pak aan. Ja. Dankjewel. Ja, omschrijf eens, hè. Daarnet zagen we het ook al een beetje in een item hoe dat jullie vanmiddag in de St. Jansstraat stonden te spelen. Maar ja, je zit nu in een mooi blouseje. Ja. Wat heb je anders aan? Wat is je optreedpak? Ik heb aan een stoffen zijn van Indonesië, van batikstoffen, maar gegoten in een Afrikaanse vorm. En die hoed die ik op heb, die het zou eigenlijk nog een rand omheen komen, maar toen was die koker af en toen zei ik, nou laat die rand maar weg. Ja, het is goed zo. De stok, die zag ik bij een vriend bij de opa, die stok die is van mij met die uil. Ja. En zo is alles een beetje bij elkaar gesprokkeld. Tim, wist jij van tevoren dat hij er zo uit zou zien, dat je naast zo'n voedemaster... Het is elke keer weer een verrassing hoe Alex eruit ziet voor mij. Maar op een dag kom je hier weer aanzetten, zei ik, nou, dit is wel hoe het moet, denk ik. Ja, zeker. En iedereen wil met hem op de foto, hè? Ja. Hij kon geen pauze houden vandaag, want iedereen wilde met hem op de foto. En als je eigenlijk denkt, hoe ziet dat er dan uit? En moet ik dat nog een keertje live gaan checken? Nou, ik denk het wel. Kijk maar even mee. Oordeel zelf. Alex had zijn handen vol, de uil kon je niet vasthouden, dat moet nog een beetje oefenen, trommelen en de uil tegelijk. Het is toch ontzettend warm ook? Het is ook warm, maar je moet iets voor over hebben. Ja, goed. Vanmiddag ook meteen dansende mensen voor je neus, dus dat Tim bij je al denkt van, dit gaat goed. Ja, geweldig, daar word ik hartstikke blij van. Ja, dat zijn linie-opdansers, hè? Ja, inderdaad. Beetje jaren 30 stijl, swing en zo, ja, heel leuk, ja, graag. Jullie stonden dus vanmiddag echt op het podium, nieuw podium, Sint-Jansstraat die toegevoegd is, maar jullie kunnen ook rondtrekken, dus... Dat doen we ook wel eens hoor, zeker. Hoe gaat dat dan? Ja, dan marcheren we door de straten natuurlijk, hè. Zoals het net zoals bij de Second Line in New Orleans. Ja. Maar op Breda doen we dat niet, spelen we wel, zondag spelen we weer. Ja. Maar dan staan we op de Grote Markt, op het podium, dus dan staan we stil. Op het podium? Dat is ook fijn hoor, dan kan ik wel een beetje lekker dansen, ja, dat is ook leuk. Want jullie zijn met 5, 6 in totaal? Met z'n zessen. Met z'n zessen, want als je dan zou lopen, dan zou jij het gewoon met een megafoon kunnen doen, hè? Dus echt letterlijk, achter me aankomen jongens, hier met is het feestje. Met een accu. Want hier zat ik er eentje met van die bommiketten van de batterij, maar die waren na 2 liedjes al leeg. Mijn hapkeetje met een accu. Ja, dan wordt het duur optreden. Toen moest je schreeuwen de rest van de middag. Ja, nee. Schiet ook niet op, ook gewoon. Ja, en een beetje voodoo, hè? Als je echt denkt, mensen dansen niet genoeg, dan kun je er gewoon nog een voodoo-spreuk doorheen gooien. Idee? Of heb je die al? Het gebeurt al stiekem, maar. Ah, goed zo. Dus je hebt goed uitgesproken. Ja. Dus. En dan deze zondag, wat je al zegt, hè, dus weer Grote Markten spelen ook nog. Wordt dat dan hetzelfde als mensen denken, oh, ik heb ze vandaag gezien, St. Jansstraat. Dan sla ik ze even over of zorg je ervoor dat er wel weer wat nieuws Nee, het wordt altijd helemaal anders. Het is één grote bak improvisatie die we eroverheen uitgooien. En het is elke keer laten ons meenemen met het moment. Ja. En waar dat het heen moet gaan en kan gaan. Dus het is eigenlijk heel los. Het is een soort bewegend orgaan. Het kan allemaal, het kan alle kanten uit. Ja. Maar dan moet iedereen wel zo'n goede breinweef hebben. Of kom je ook wel eens van het podium af en je dacht, nou, wij begrepen elkaar vanmiddag niet. Nou, nee, Alex en ik begrijpen elkaar eigenlijk. Een soort bovennatuurlijk, af en toe verbaas ik me er wel eens over. Ja. Maar moet het dan ook gerepeteerd worden of gaat dan misschien een beetje de magie eraf? Ja, voor de grote lijnen. Ja, ik zet natuurlijk wel lijnen uit, maar die kunnen... Oefening baart immer kunst. Ja. Immer kunst. En improvisatie dus. En improvisatie ook, zeker. Ja. Hoe laat is het zondagmiddag te spelen op de Grote Markt? Dat we dus kunnen gaan naar Street Beat Empire. Half 2. Half 2. Maar dat is 3 sets. Had ik begrepen. Nee, 2. Oh, 2 sets. Twee sets. Twee keer 5. Het wordt ook warm. Dus ik wens jou veel succes met die muts. Want het lijkt me echt broeien. Koel hem af en toe even af, Tim. Dan kom je afkoelen, Alex. Ja. Anders op volgende flow, dat moeten we ook niet hebben. Heel veel plezier nog op Breda Jazz. Dankjewel. Ja, een mooie eerste dag gehad. Tot de volgende keer. Dankjewel. Alex en Tim dus. Ben je nieuwsgierig? Street Beat Empire. Even zeker meepakken nog. Dat kan dus nog.
Breda Nu.